bij Ziggo zag je gisteren iets gebeuren bij Rondo. Ja, wat was dat? Nou ja, Henk Spaan zat daar en die werd weggezet als snabbelaartje door Aad de Mos. En Aad was een beetje boos gisteren, had ik de indruk. Aad had het allemaal opgekropt. Ja, maar dat is wat oud zeer nog. Ja, Aad had alles opgekropt en gooide er ook alles uit gisteravond. En hij wilde gewoon alles kwijt, Aad. Ik weet niet of iedereen het gezien heeft. Heerlijk. Ja. We kunnen even kijken wat Aad geroepen heeft. Jij mogen helaas de beelden niet laten zien. We hadden dat graag gedaan, maar de directeur denkt er iets anders over. Het ging over Hugo Borst op een gegeven moment. Hè. Hij heeft mij naar Sparta gehaald, destijds met wat mensen. Ik weigerde een documentaire te maken toen hij bij mij in de kleedkamer wilde komen. Hij is een snabbelaar, als Henk Spaan en Nico Dijkshoorn. Hugo Borst heeft mij tot op het bot gekrenkt door mijn familie en kinderen. Hij heeft gezegd, ik haat Aad de Mos. Duitsers, die haat je pas. Ze noemen hem bij de NOS een nar. Ik vond hem zielig. Met een zielig gezicht om hem naast San Marco te zien zitten bij Fox. Advocaat en Rijkaard zijn net als ik gedegradeerd bij Sparta. Dat zal toch wel iets met Sparta te maken hebben. Hij was een beetje boos. Ja, dat was het gevoel, toch? Ja, nou, maar ik vind het niet erg als iemand zich uitspreekt op tv, hoor. Nee, ik vind het juist wel lekker. Als je kan het maar kwijt zijn. Hè? Hoe bedoel je? Ja, Aad. Dat hij het kwijt is. Lucht op. Ja, nee, dat denk dat ik lucht ook. Lucht op. Je zag ook, daarna ging hij relaxen. Ja. Hij heeft eerst een half uur zo gezeten. Ja, was het echt kwijt, en toen was hij het begin met kwijt. En toen zag je hem helemaal ontdooien. Maar het is ook fijn als je positief over elkaar... Want je merkt dat het ook veel beter voor de uitzending werkt. En dat je aardiger tegen elkaar bent. Want Aad was ook heel positief over zijn krantenman. Heb je dat ook meegekregen? Aad heel positief over de krantenman. Ja, waar komt hij? Mijn kleintje. Op zijn fietsje. Hoi, vriend. Alles goed? Morgen. Morgen. Hebben ze weer bij je? De kleintjes? Ik heb ze bij me, ja, maar wel wat, hè? Maakt niet uit, jongen. Kantje. Zo kan het ook. Ik sta gewoon een kwart over vijf om zijn krantenmannetje op te vangen. Dat is lekker. Wil je niks missen van Veronica Insight? Download nu de Veronica Insight app. En snel.